De broederschap der wijnproevers in Nederland is in Oegstgeest bijeengekomen om de kwaliteiten van een aantal rode bourgognes op de proef te stellen. Wijn wordt beoordeeld ten eerste op zijn kleur en helderheid, ten tweede op zijn aroma. De wijnproevers moeten dan ook een fijne neus hebben. Ten slotte wordt de wijn geproefd. Sommigen kunnen op deze wijze het jaar en de soort bepalen. Het edele nat wordt uitsluitend geproefd en niet gedronken. De heren kwamen tot de conclusie dat 1947 een heel goed Bourgogne-jaar was.